Hoi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie weer een hele leuke video. Volgens mij zeg ik dit echt iedere video die ik opneem. Maar ik vind dit echt een hele leuke video om te kijken bij anderen en ook om zelf op te nemen. Het is een tijdje geleden dat ik deze video heb opgenomen. Maar echt een van mijn favoriete video's. Dit is namelijk een Shein shoplog. Ik heb weer echt super veel dingen van Shein mogen ontvangen. Dit is een samenwerking met Shein. Ik heb alle items gekregen. Maar ik zal altijd bloedeerlijk zijn over de dingen die ik krijg en wat ik ervan vind en de kwaliteit en zo. Dus ook in deze video ga ik mijn eerlijke mening geven over alle items. Ik heb vooral echt heel erg veel bikinis uitgekozen. Ik had ook wat items uitgekozen voor Dagmar, Zoe en Keir. Die van Zoe zit hier nog wel tussen. Keir heeft die van haar wel meegenomen naar huis. Verder heb ik voornamelijk echt, dus zoals ik zei, heel veel bikinis uitgekozen. En een paar kleding items voor de zomer, voor op vakantie. Aan het eind van de video heb ik ook nog voor jullie een leuke kortingscode. Alle linkjes staan in de beschrijving en dan gaan we maar snel beginnen. Oké, ik heb stiekem al een paar bikinis bekeken. Dus ja. Ik ga maar gewoon beginnen met de eerste bikini. En dat is een heel erg mooi turquoise kleurtje. Ik merk echt dat ik in de zomer echt heel erg fan ben van blauwe kleuren. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Ik heb deze bikini in een maatje M. Vaak kijk ik gewoon naar de recensies hoe de maten vallen bij anderen. En daar baseer ik op welke maat ik kies. Dus bij deze is dat een M geworden. Even kijken. Dit is allereerst het topje. Het is echt een hele mooie zeegroene kleur. En dan hier aan de voorkant heeft hij zo'n ring zitten. Dit ringetje is van goud. Dat vind ik wel heel erg mooi. En dan aan de achterkant kan je hem helaas niet verstellen. Hij is niet verstelbaar. Maar er zitten wel verstelbare bandjes. Dus dat is dan wel weer fijn. Dus heb ik dus in een maatje M. En ik denk dat ik deze wel moet passen. En daarbij zit een broekje. Even kijken wat de binnen- en buitenkant is. Ik denk zo. Dat is dit broekje. Ik vind tegenwoordig van die broekjes met van die dunne touwtjes aan de zijkant echt heel erg mooi. Vroeger vond ik juist van die dikkere bandjes heel erg mooi. Volgens mij zitten daar ook wel een paar bikinis van bij. Maar dit is voor tennen gewoon super chill natuurlijk. Dat je lekker bruin wordt. En ik vind het gewoon heel erg mooi staan. Deze heeft hier aan de voorkant weer van die ringetjes zitten. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. Hierna zullen jullie allemaal beelden zien of ik het pas ja of nee. Wat ik ervan vind, hoe het staat. Maar tot nu toe voelt de kwaliteit best wel goed. Er zitten pads in, maar die heb ik eruit gehaald. Eigenlijk bij alle bikinis heb je er pads in zitten. En die heb je hier dan ook zo'n gat. Die kan je er zelf weer in of uit doen. Maar ik vind het altijd wel mooi om die dingen eruit te halen. Maar dat is mijn mening. Dat is natuurlijk bij iedereen anders. Maar dat is dus de eerste bikini. Dat is deze. Voordat ik de bikini aan wil gaan laten zien, wil ik even zeggen dat ik geen reacties hoef over mijn lichaam, over weet ik veel wat. Ik kies ervoor om dit wel op YouTube te zetten. Om wel te laten zien hoe de bikini staat. Omdat ik dat zelf ook chill vind als anderen dat doen. Ik heb ook heel veel dingen waarvan ik denk, dit mag anders, dit mag anders. Dus hou je commentaar gewoon lekker voor je. Als je het er niet mee eens bent, klik je lekker weg. Wil je het wel zien, blijf je lekker kijken. Dus ik ga nu de eerste bikini laten zien. Dit is de eerste bikini. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik vind vooral het kleurtje heel erg mooi. Topje zit ook goed. Ik heb de pads er dus uitgehaald omdat ik dat gewoon zelf mooier vind. Maar ik vind dat hij wel echt perfect zit en aansluit. Achterkant is ook mooi. Zit ook echt perfect. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat je aan de achterkant geen sluiting hebt. Zit het gewoon wat strakker en cleaner of zo. Ik vind dat wel mooi. Dan heb ik hier volgens mij een rok. Denk ik dat het is. Ja, dat is dit. Haha. Dit is een beetje zo'n soort sarong, maar dan een hele lange voor over je bikini heen. Ik dacht, dit vind ik wel echt heel erg leuk. Met een badpak. Ik heb natuurlijk mijn eigen badpakkenlijn. Dus ik vind dat wel heel erg leuk om dan een badpak aan te trekken en dan zo'n grote rok eroverheen. Dat is gewoon leuk als je bijvoorbeeld eventjes op het strand bent, maar je gaat ergens lunchen. Dan kan je niet in alleen je bikini of je badpak aankomen lopen. Dan wil je er gewoon even wat overheen. Dus ik dacht, dan is dit wel heel erg leuk. Ik heb dus een zwarte gekozen. Je had nog meerdere kleurtjes, maar ik vond zwart wel leuk. Beetje doorschijnend, zoals je misschien wel kunt zien. En aan de bovenkant kan je hem dus strikken met deze twee touwtjes. Waardoor die aan de zijkant dus ook nog helemaal open is en zo'n split heeft. Dat vind ik wel echt heel erg leuk. Dus dat is deze. En deze heb ik, als het goed is, ja, in een maatje S heb ik deze genomen. Dit is de sarong. Die vind ik echt heel erg leuk. Ook zo leuk voor over je bikini heen, voor op het strand. Ik vind het echt heel leuk. Ik had eigenlijk nog wel meer kleurtjes kunnen bestellen, maar oké. Ik heb deze dus in een maatje S, maar ik had op zich ook wel een XS kunnen nemen. Want ik heb hem nu iets strakker moeten maken dan dat eigenlijk de bedoeling is, zeg maar, qua lengte van dat touwtje. En er zit nog steeds best wel los. Dus ik had echt makkelijk een XS kunnen nemen. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk. Heel leuke rok. Ik denk dat ik deze nog meer kleurtjes ga bestellen voordat ik op vakantie ga. Heel leuk. Dan heb ik hier een bikini die ik voor Zoe heb uitgekozen. Nou, die Zoe heeft uitgekozen. En dat is een mooi roestkleurtje. Ik ga deze niet passen. Ik ga hier geen aanbeelden van doen. Beetje gek misschien als ik haar bikini ga aantrekken. Maar ik ga hem wel eventjes aan jullie laten zien.
Dat is allereerst dit broekje. Het is een beetje een roeskleurtje. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En er zitten dus glitters op. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Ik denk het wel. Maar dat is dus dit broekje. En wat ik, dit soort broekjes vind ik echt het allermooiste, denk ik. Dat je die aan de voorkant zeg maar zo nog een beetje bij elkaar kan schuiven. Of je kan hem juist breder schuiven. Die vind ik echt heel erg leuk. En dan zit er zo'n topje bij. Ik heb dus ook een... zo'n soort bikini, maar dan in een groene kleur. Ook met zo'n topje. Het topje ziet er wel groot uit, vind ik. Wordt zo echt een heel erg mooi topje. Hier zitten ook weer de pads in, zoals je kunt zien. Maar die kun je er ook weer gewoon uithalen. En deze is ook weer diezelfde kleur met glitters erop. En bij dit setje zit er dus ook nog zo'n rokje bij. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Hele mooie kleur. Over zo'n sarong. Volgens mij heb ik ook een paar bikinis waar zo'n setje bij, waar zo'n rokje bij zit. Dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik heb hier weer een blauwe bikini. Donkerblauw. Deze heb ik in een maatje S. Waarschijnlijk omdat dan de reviews zeiden dat hij gewoon normaal viel of zo. Dat ik hem gewoon mijn huidige maat heb genomen. Voor de mensen die het afvragen, meestal heb ik qua broeken een maat 36. En qua topjes heb ik meestal een maatje S. Qua cupmaat heb ik een 70D. Dus dan weet je ongeveer een beetje mijn afmetingen. Hoe zeg je dat? Ja, afmetingen. Dan is dit. Die is heel cheeky. Oh my god. Deze kan niet mee op vakantie naar familie. Dat weet ik in ieder geval wel. Maar dat is... dit broekje. Sorry, maar ik zie niet eens wat de voor- of achterkant is. Het is allebei echt inimini. Het is wel echt een hele mooie kleur. Dat moeten we wel eventjes toegeven. Maar het broekje is heel klein. Maar ik vind het wel heel erg mooi vaak. Alleen op vakantie met familie kan dit echt niet mee. Dit moet dan echt mee op vakantie met die meiden. Maar goed, dat is dus dit broekje. Deze loopt dus al van zichzelf in een V-vorm. Wat ik altijd wel echt heel erg mooi vind. Omdat je dan echt van die mooie heupen krijgt en van die smalle taaien. Maar dit is dus het broekje en het topje die hierbij zit, vind ik vooral echt heel erg mooi. En dat is deze. Het is een beetje een soort triangeltopje, maar dan ietsjes groter of zo. Ik weet niet, de band loopt zeg maar in dezelfde breedte, loopt die over naar de achterkant. Ik ben echt heel slecht in dit uitleggen, maar je ziet wel wat ik bedoel, denk ik. Je kan de band helaas weer niet verstellen aan deze kant. Je kan hem niet strakker of losser maken. De bandjes kan je wel verstellen, dus dat is wel fijn. Hier heb ik ook weer de cups uitgehaald. Dat is dus deze. Ik vind het wel echt een heel erg mooi kleurtje. Vooral als je lekker bruin bent. En ik vind blauw ook echt een kleur dat staat leuk bij bruin haar, bij blond haar, bij rood haar. Ik vind blauw echt een hele mooie kleur. Dus dat is deze bikini. Deze bikini vind ik echt heel erg mooi. Dit topje zit echt perfect. Mijn borsten passen er gewoon echt perfect in. Ik vind het wel mooi als het hier wat meer open is. Achterkant vind ik ook echt... heel erg mooi zitten. Broekje is wel echt heel erg klein. Je weet gewoon niet wat er voor een achterkant is. Ik denk dat dit de voorkant is, maar ik heb echt geen idee. Maar die zit dus zo. Die vind ik ook wel echt heel erg mooi. De achterkant ga ik niet laten zien. Dat is echt veel te klein om op YouTube te zetten. Maar ik vind het echt een hele leuke bikini. Ik denk dat dit echt mijn favoriet is. Dan gaan we door naar weer een blauwe bikini. En dit is dezelfde soort bikini als de allereerste die ik liet zien. Alleen deze heeft een ander patroontje erin. Even kijken of je dat goed kan zien. Het topje verder is wel gewoon helemaal hetzelfde. Lichtblauwe bikini. En dan hier weer zo'n ring in het midden ook weer van goud. En deze achterkant kan je ook weer niet verstellen. Maar wel de bandjes kan je weer verstellen. Maar ik ga het even laten zien. Kijk, dit is het stofje van de eerste bikini. En dit is het stofje van de tweede bikini. Je voelt ook echt heel erg duidelijk verschil. Hier zitten ook bijvoorbeeld de pads nog wel in. Die kun je er dus gewoon zelf hier uithalen. Dat vind ik altijd wel... fijner of zo. Ik weet niet. Ik vind het altijd gewoon wat mooier zitten. Maar deze bikini heb ik dus ook weer in een maatje M. En deze kleur vind ik ook echt heel erg leuk. En dan is dit ook weer hetzelfde broekje die erbij zit. Ook deze is weer gewoon aan de achterkant weer wat normaler dan dat andere broekje van net. Deze heb ik ook weer in een maatje M. Heeft hier aan de voorkant ook weer van die ringetjes. En heeft ook weer dat patroontje. Ik moet zeggen, dit stofje voelt wel wat lekkerder dan dit stofje. Deze voelt best wel dun of zo. En deze voelt nog best wel dik aan. Dus deze vind ik echt heel erg leuk. Dus dat is deze lichtblauwe bikini. Dan dezelfde bikini als de eerste, maar dan in een lichtblauw kleurtje. Ik moet zeggen dat ik deze wel wat mooier vind ofzo. Omdat je gelijk voelt dat de kwaliteit wat steviger en wat dikker is. Dus dan een bikini waar ik echt heel erg enthousiast over ben. Omdat ik deze gewoon echt heel erg leuk vind. Ik hoop dat hij me ook heel erg mooi staat. Ook deze heb ik weer in een maatje M. En deze heeft allemaal verschillende kleurtjes. Ik vind deze echt... heel erg leuk. Even kijken. Dat is allereerst dit broekje. Ik vind dit broekje ook weer zo mooi. Zeg maar met die dunne bandjes. En dat je dit dus weer zo kan schuiven of groter kan maken. Gewoon wat je zelf wilt.
En ik vind dit printje echt heel erg leuk. Je ziet natuurlijk dit jaar echt super veel kleurtjes, printjes, van die swirl printjes, dingetjes. Ik vind het gewoon echt heel erg leuk. En deze kleurencombinatie vind ik ook heel erg mooi voor vakantie. Als je lekker bruin bent. Ja, echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, het broekje ziet er wel wat groot uit. Zeg maar van heel hoog. Maar we gaan het gewoon zien zo meteen. En daar hoort natuurlijk ook weer een topje bij. En dat is gewoon een heel erg simpel triangeltopje. Maar tegenwoordig kan je triangeltopjes ook op heel veel verschillende soorten manieren dragen. Je kan ze natuurlijk zo dragen. Zo vind ik hem wel heel erg leuk. Dat dat geribbelde aan de binnenkant zit. Maar je kan ook de bandjes kruisen. Je kan tegenwoordig echt superveel met al die bikinis. Dus dat is deze. Deze vind ik ook echt heel erg leuk. En deze bikini heb ik dus in een maatje M. Ik denk dat dit wel echt mijn favoriete bikini is van allemaal. Dus dat is deze. Dan deze bikini. En deze bikini is echt best wel naakt. Vooral hier aan de onderkant of zo. Dus ik laat het even zo zien. Daar voel ik me wat chiller bij. Maar dit is het topje. En ik heb deze nu op een andere manier geknoopt dan dat eigenlijk hoort. Zeg maar, dit is normaal gesproken de onderkant. Maar ik vind dit echt zo'n leuke manier om die bikinis te dragen. Vooral deze, omdat hij dan ook nog helemaal zo naar achter doorloopt. Ik weet niet, ik vind deze bikini echt heel erg leuk. Heel leuk printje ook. Broekje vind ik dus wel iets wat heftig, maar op het strand kan dat op zich wel. Maar voor op YouTube vind ik het misschien net iets te. Vooral de achterkant is echt heel klein. Je hebt echt maar heel weinig stof. Oké, dat ging even niet als gepland. Mijn camera was uitgevallen en al mijn batterijen zijn op. Ik dacht dat ik ze allemaal had opgeladen, maar blijkbaar niet goed. Dus ik film nu even met mijn oude camera. Ik hoop dat het verschil niet te groot is en dat jullie het niet heel erg vinden. Maar ik wil deze video gewoon heel graag verder filmen. Dus vandaar, ik ga even met deze camera verder. En de volgende bikini. Deze bikini. En dit is ook weer zo'n setje met zo'n rokje erbij. Dus heb ik ook weer in een maatje M. En oh, het zit helemaal aan elkaar vastgeplakt. Eeuw. Dat is allereerst dit broekje. Ik weet niet, ik vind het printje wel echt heel erg leuk. Echt zo'n soort, weet toch wel van die bandana's die dan helemaal in zijn en zo met van die rode printjes. Daar doet dit me een beetje aan denken. Ik vind het wel echt een heel erg leuk broekje. Deze ziet er best wel klein uit voor een M, maar ik denk dat ik hem wel moet passen gelukkig. En daarbij zit ook weer gewoon heel simpel een triangeltop. En deze top vind ik ook echt heel erg leuk. Ook weer dat printje wat ik net zei, een beetje zo'n bandana printje. En daarbij hoort ook weer zo'n omslagdoek, zo'n sarong noem je dat volgens mij. Dat is deze, ook weer in datzelfde printje als dat broekje. Ik vind het wel echt heel erg leuk om zo'n setje te hebben. En rood vind ik ook altijd echt heel erg mooi als je lekker bruin bent. Dus dat is dit setje in een maatje M. Dan het rode setje. En dit rokje is wel echt een stuk kleiner dan de andere rokjes die erbij zitten. Maar ook deze vind ik wel weer echt heel erg leuk. Topje vind ik ook weer mooi. Broekje zit ook mooi. Helemaal leuke bikini. Rood vind ik ook echt leuk als je lekker bruin bent. Dan gaan we verder met een jurkje. En ik had dit jurkje bij iemand op Love Island gezien. Luna. Ik weet niet zeker of het dit jurkje was, maar hij leek er echt heel erg op. En ik vond deze heel erg mooi bij haar staan. Dus ik dacht die wil ik ook. Deze heb ik in een maatje echt uitgekozen. En het is dus een hele lange, beetje taupe paarsachtig gekleurde jurk. Op camera zie je de kleur helaas niet heel goed. Ik hoop dat je het bij de aanbeelden zo meteen wat beter ziet. Maar het is dus een hele lange gedrapeerde jurk. Aan de achterkant heeft hij zo'n hele lange naad nog door het midden lopen. Waardoor je figuur, als het goed is, echt heel erg mooi uitkomt. Ik vond het echt heel erg leuk met hakjes eronder voor op vakantie, voor uit eten of voor in Nederland uit eten. Alleen, ik weet niet, op vakantie durf ik me altijd iets meer extra te kleden dan in Nederland of zo. Dus ik vond deze jurk daarvoor wel echt heel erg leuk. En ze hadden ook nog allemaal andere kleurtjes. Maar zoals ik zei, had ik hem dus bij die Luna gezien van Love Island. En zij had deze kleur aan. En die vond ik echt heel erg mooi. Nogmaals, ik weet niet of zij hem echt van Shein had hoor. Maar hij lijkt er gewoon heel erg op. Dus dat is deze jurk in een S. Dan een bikini die ik al eventjes gepast heb. Omdat ik hier heel erg excited over was. Maar deze bikini is echt veel en veel te klein. Zo, ik heb hem in een maatje M. Dus ja, dat is wel een beetje apart. Het is sowieso, de maat van deze bikini is sowieso heel raar. Want ik ga nu het broekje laten zien. En die is echt heel erg groot. Ik weet ook niet of ik van deze bikini aanbeelden ga doen. Want dat topje, dat kan echt niet. Maar kijk, dit broekje is echt mega huge. Ik vind het wel echt een heel erg leuk printje. Maar ja, het broekje is gewoon echt, ik zou dit broekje echt een L geven. En normaal heb ik van broekjes een S. Dus dat past echt niet. En dan is dit het topje. Kijk even hoe klein. Dit is net, nou, dit is nog kleiner dan dat mijn hand is.
Dit kan echt niet. En dan is dat broekje zo groot. Die maten van deze bikini kloppen echt niet. Dus ik had nog gekeken op het labeltje van misschien hebben ze verkeerde maten erin gedaan of zo. Maar het is echt allebei een M. Maar ja, dit pas ik gewoon echt niet. Dit kan echt niet. Ik had het aan toen een dag maar een keer hier waren. En die zeiden ook echt, nee, dit kan echt niet. Terwijl ik het echt heel erg jammer vind. Want ik vind het zo'n leuke bikini, maar... Nee, helaas. Helaas is het en veel te groot en veel te klein. Het past allebei niet. Het was natuurlijk, stel het topje had gepast, had ik het nog met een witte broekje kunnen doen. Maar het past allebei niet. Dus een beetje jammer, maar wel een hele leuke bikini. Maar daarvan komen dus geen aanbeelden, want dat kan echt niet op YouTube als ik dat aan heb. Dan heb ik nog dit topje. Ik vond deze er op de website echt super mooi uitzien. Ik ben heel erg benieuwd hoe die in het echt is. De kwaliteit voelt best wel goed aan. Maar het is dus zo'n... wikkeltopje. Aan de voorkant moet je dan een knoop maken. En dan is die wat korter. Hij heeft wel lange mouwen. Een beetje een beige kleurtje. Ik vind hem echt heel erg leuk. Dan heb ik dit topje eventjes over mijn bikini heen aangetrokken. Maar die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Je moet hier wel echt kijken wat voor BH je hieronder doet. Want hij is best wel laag uitgesneden. Ik denk dat ik het zelf met boobtape zou dragen. En dan dat topje nog wat strakker trekken. Maar ik vind deze wel echt heel erg leuk voor bijvoorbeeld als je uit eten gaat. Of gewoon voor in Nederland, niet per se voor vakantie. Maar heel erg leuk topje vind ik dit. Voor op een mooie spijkerbroek of een mooie pantalon. Dan gaan we door met een bikini die ook weer heel veel kleurtjes heeft. Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben. Deze heb ik ook weer in een maatje M. Dit is het broekje. Het broekje ziet er wel echt... Het broekje ziet er wel echt best wel groot uit. Vooral aan de achterkant ziet hij er best wel groot uit. Maar ook deze kleurtjes vind ik ook weer echt... heel erg leuk. Die combinatie met dat paars en dat rood en oranje. Ik weet niet, ik krijg hier gewoon echt helemaal zomer vibes van. Ik vind het echt een heel erg leuk kleurtje. Ook dit broekje vind ik weer heel erg mooi met die bandjes zo aan de zijkant. Dat het gewoon wat chiller is om ook mee te zonnen en zo. Dat je er gewoon wat mooier bruin van wordt. En hierbij zit ook weer gewoon een triangeltopje. Maar die kan je natuurlijk ook weer op meerdere manieren dragen. Dat is deze. Deze ziet er wel goed uit. Ik denk dat ik deze wel moet passen. Ik haal die cups er ook weer eventjes uit. Ik denk dat ik deze bikini wel moet passen. Dat is deze. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Heel erg leuk, die kleurtjes. Ik kan nu al niet wachten om het te dragen. En hierbij zit ook weer zo'n sarong. Deze is wel echt heel erg groot. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat is deze. Die kan je dus ook om je middel dragen. Heel erg leuk met al die kleurtjes. Maar dit kan je bijvoorbeeld ook, als je hem zo opwikkelt, kan je hem ook als top dragen. Dat is ook wel heel erg leuk. Of sommige mensen doen ook wel eens zo. Dan om je middel. Oh, hier zie ik net te klein voor. Dan kan je hem zo vastmaken. En dan kan je hem dus zo over je borsten heen. Maar daar is deze net iets te klein voor, helaas. Maar dat is wel leuk om ook met sjaaltjes te doen. Maar goed, ander verhaal. En dat is in ieder geval deze rok met deze bikini. Dan deze bikini. En ik vind het kleurtje echt zo leuk. Ik krijg er echt een beetje van die Curaçao vibes van of zo met al die kleurtjes. Topje is dus gewoon een triangeltopje. Ook hier heb ik weer de cups eruit gehad. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi zitten. Hij sluit gewoon mooi aan. Alles past er gewoon goed in. En dit is het rokje die erbij zit. Die vind ik ook wel echt heel erg leuk. Gewoon voor op het strand om even snel eroverheen te gooien. En dit is het broekje. Het broekje zit wel best wel groot aan de voorkant of zo. Ik weet niet, je hebt best wel veel stof. En aan de achterkant ook. De achterkant ga ik even niet laten zien. Maar ik vind met het rokje eroverheen wel heel erg leuk. Misschien dat ik het topje eerder met een wit broekje zou combineren. Omdat ik het broekje van deze gewoon ietsjes minder mooi vind. Maar zou ik het wel weer combineren met dit sjaaltje eroverheen. Dat je toch nog een setje hebt. Dus deze vind ik ook heel erg leuk. Dan heb ik hier nog een topje. En deze is ook van Zoe. En even kijken. Dat is in een maatje S. En dat is dit schattige bloementopje. Oh, deze vind ik schattig. Heel erg leuk. Dat is dit topje. Je kan die dus zeg maar recht, maar je kan hem ook off the shoulder dragen. En hij is helemaal wit met allemaal schattige roze bloemetjes erop. En het is een beetje een soort van crop topje. Die vind ik ook echt heel erg leuk. Maar die is dus voor Zoe. Die heeft zij uitgekozen. Dan een bikini die ik me heel eerlijk gezegd niet kan herinneren. Dus we gaan het zien. Ik heb deze in een maatje M ook weer. Het is wel een blauwe bikini, dus grote kans dat ik hem wel gewoon heb uitgekozen. Oeh, dit is ook wel weer een klein broekje. Of nou, de bandjes zijn groot. Oh, hoe ga ik het goed laten zien? Zeg maar, de breedte is wel groot. Alleen het lapje stof wat er hangt, is niet heel erg veel. Het is wel echt een heel erg leuk kleurtje. Het is een beetje dat swirl effect, maar dan met blauw en met wit. En er zit ook weer een triangeltopje bij. Ook
heel erg leuk. Leuk blauw kleurtje. Ik vind het wel echt een hele mooie bikini. Alleen ik kan het oprecht niet herinneren dat ik deze heb uitgekozen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ook hierbij hoort weer zo'n rokje. Oh, wat grappig. Dit rokje... Hè? Hoe zit dit nou dan? Oh, zo. Dit rokje hoor je gewoon zeg maar zo aan te doen. Echt als een rokje. En heb je hier nog van die touwtjes dat je het kan aantrekken. Oh, heel leuk. Is ook wel weer leuk een keertje wat anders dan zo'n sarong. Althans, dit lijkt er wel op. Maar kijk. Dit kan je dan aan de zijkant zo helemaal aantrekken. Zodat je dan een beetje nog omhoog zit. Heel erg leuk vind ik dit. Ook weer lekker dun stofje voor de zomer. Deze bikini voelt ook weer goed aan qua stof. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dus dat is die. Dan een setje die ik me eigenlijk niet zo goed kon herinneren. Maar die ik eigenlijk wel echt heel erg leuk vind. Ofzo. Ik vind dit rokje heel erg mooi zitten. Dat je hem hier nog helemaal kan optrekken. En dat hij dan zo schuin valt vind ik echt heel erg mooi. Topje die zit echt perfect. Ik vind triangeltopjes bij mijn lichaam gewoon het mooiste denk ik. Dus ik vind dit topje ook echt heel erg mooi zitten. Broekje zit ook goed en mooi. Ja, ik ben helemaal blij met deze bikini. Heel leuk. Ik heb hier nog een topje. En ik denk dat dit het topje voor Dagmar is. Ik dacht dat ze die er niet bij hadden gedaan. Maar hij zit er toch nog in. Even kijken. Dat is dit topje. Ik vind deze echt heel erg leuk. Het is gewoon een hemdje. Maar dan heeft hij dus twee van die bandjes. Ik kan het niet heel goed laten zien. Maar dat is dus deze. Die is dus voor Dagmar heel leuk. En dan als laatste van de video een bikini nog. Ik zei al dat ik echt super veel bikinis heb uitgekozen. Maar deze vind ik ook weer heel erg leuk. Deze heb ik ook in een maatje M. Dat is allereerst dit broekje. Ik vind dit printje ook echt heel erg leuk. Echt zo'n lekker zomers printje. Ik vind die combinatie van groen met oranje ook echt heel erg leuk. En dit is weer zo'n broekje waarvan ik zei dat ik dat heel erg mooi vind. Dat die zo dicht bij elkaar of uit elkaar kan. Dus dat is dit broekje. Die ziet er op zich wel goed uit qua maat. Ik denk dat ik die wel moet passen. En daarbij heb je ook weer zo'n topje als bij die bikini die Zoe net had volgens mij. Dit is het topje. Deze ziet er ook wel weer een beetje klein uit. Maar ik denk dat het op zich wel moet passen. Want als je die cup eruit haalt, dat scheelt ook altijd best wel een groot stuk. Heel erg leuk vind ik deze ook. Mooi topje. Ik kan nu niet heel goed laten zien hoe die in elkaar zit. Maar dat zullen jullie zo meteen op de aanbeelden zien. Hij hoort in ieder geval met die driehoekjes zo naar binnen. Heel erg leuk vind ik deze bikini ook. Dus dat was die. Dan deze bikini. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet echt weet hoe dit topje hoort. Ik denk namelijk niet dat hij zo hoort. Want ik vind hem niet heel mooi zitten hier. Maar goed, ik moet nog eventjes uitzoeken hoe dit dus wel zit. Ik vind het wel in ieder geval echt een heel erg leuk, lekker zomers printje. Ik vind het broekje ook mooi zitten. Dus met deze bikini ben ik ook heel erg blij. Ik vind het leuk dat je dit zo kan aantrekken. En dat je hem hier ook nog van die touwtjes hebt. Dit waren dan weer alle items die ik van Shein heb mogen ontvangen. Ik ben echt super benieuwd of de items passen. Jullie hebben dat net tussendoor al kunnen zien. Of het leuk staat en of het past, ja of nee. Ik ga dat zo meteen pas zien. Maar voordat we de video gaan afsluiten, heb ik voor jullie nog een hele leuke kortingscode. Want met de code FLEURQ3 krijg je 15% korting op je aankoop bij Shein. Shein is al redelijk goedkoop. Dus als er ook nog eens 15% afgaat, is dat best wel veel. Ik heb alles in de beschrijving gelinkt. Dus ben je nou benieuwd naar een item? Kijk eventjes in de beschrijving. Want daar staan alle linkjes hoe je deze items kunt vinden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je nou een leuke video? Een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!